nee, dit gaat echt niet over geld. En laten we dat ook niemand wijsmaken. Ja, dat probeerde minister Wiebes de oppositie en een lading boze Groningers op de publieke tribune aan het verstand te brengen in zaken zijn besluit om het beloofde versterken van zo'n 1600 Groningse huizen nog even uit te stellen. Om eerst even advies in te winnen. Want ja, omdat de gaskraan ver dicht gaat, is dat versterken misschien helemaal niet meer nodig. Ja, zoals zo vaak blijkt een dergelijk rationeel argument te weinig overtuigend voor een emotioneel publiek. En Wiebes doet er ook nog eens een schepje bovenop door te beargumenteren dat het ook voor de eigenaar van bijvoorbeeld een te slopen huis heel vervelend zou zijn als dat huis gesloopt en herbouwd wordt als dat helemaal niet hoeft. Maar misschien moet de minister niet voor die 1600 huiseigenaren denken en ze na alle ellende gewoon eens geven wat ze willen. Dat willen ze zelf namelijk wel. Nu kwam men niet verder dan dat Wiebes het advies wat 1 juli verwacht wordt mag afwachten en daarna zo snel mogelijk actie moet ondernemen. Maar ja, daarmee zijn de gedupeerde Groningers allerminst gerustgesteld en dat kan Den Haag ook nog wel duur komen te staan. Aangezien in Groningen stemmen opgaan om bijvoorbeeld het verkeer in de Randstad lam te gaan leggen als er niet snel gewoon een keer een bevredigende oplossing komt. Juist. Een andere slepende kwestie die maar blijft voortzeuren is die van de afschaffing van de dividendbelasting. Hij staat weer helemaal op de agenda nadat Follow the Money vandaag schreef over een op zichzelf al bekend onderzoek van de Rotterdam School of Management uit 2008. Wat de enige wetenschappelijke basis blijkt te zijn voor het besluit om die dividendbelasting af te schaffen. Het is ook eens een keer een onderzoek wat aan alle kanten rammelt. Niet in de laatste plaats, doordat niet duidelijk naar voren komt dat Shell namens VNO-NCW opdrachtgever en financier was van het onderzoek. Waardoor het toch heel sterk lijkt op een gevalletje wij van WC-eind. Waar je als besluit dus niet je besluit op dient te baseren. Nu heeft de coalitie dat overigens ook nooit officieel beweerd. Dijkhoff bijvoorbeeld noemde dat afschaffen van de dividendbelasting eerder nog een gok. Maar goed, het zit de Kamer allemaal nog steeds niet lekker. De oppositie wil een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamer en opnieuw een debat. En dan is er nog een ander element dat tot hashtag ophef leidt in dit geval. Het feit dat een ogenschijnlijk objectief wetenschappelijk instituut als de Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit, zich voor dit soort onderzoeken leent. Dubieus, zo vinden velen. Want ja, de objectiviteit van de wetenschap moet toch boven elke twijfel verheven zijn. Maar ja, wellicht is dat een gevalletje. Bezuinigen op het hoger onderwijs leidt tot ongewenste commerciële activiteiten. Maar goed, zeg dat dan en doe wat je doet. In ieder geval gedegen. Zoals gedegenheid ook van belang lijkt als je af gaat reizen naar Singapore voor een ontmoeting met een dictator om hem zover te krijgen afstand te doen van zijn kernwapens. Een goede voorbereiding namelijk is het halve werk. Althans, voor normale stervelingen, niet voor Donald Trump. I don't think I have to prepare very much. It's about attitude. It's about willingness to get things done. This isn't a question of preparation. It's a question of whether or not people want it to happen. And we'll know that very quickly. Ja, zoals deze twitteraar zegt, Trump heeft dezelfde voorbereiding als ik had voor mijn examens. Maar goed, ja, nu wordt hij natuurlijk wel ondersteund door allerlei mensen die zijn voorbereiding, denk ik, voor hem doen. Maar ja, toch was dit op social media wel een opzienbarende uitspraak. Dus is natuurlijk wel zo dat je niet op alles kunt voorbereiden. Zo zagen we ook vandaag. Want hoe groot is de kans dat een afzwaaier precies in je bierbeker terechtkomt? Dat bedoel ik. Toch gebeurt het. Waarna je er zeker niet meer op voor hoeft te bereiden. Want ja, de kans dat dit nog een keer exact zo gebeurt lijkt mij in ieder geval minimaal. Tot zover de opmerkelijkste RTL Z-topics op social media. Tot later.